Een robot bouwen. Moet je daar een nerd voor zijn met een enorme gereedschapskist? Of kun je dat ook makkelijk zelf? Dat gaan we onderzoeken en dit is het lab. Nou, Edwin, wat gaan we doen? We gaan een robot bouwen. En dan in 5 minuten. 5 minuten. Nou, perfect voor YouTube. En wat is er voor nodig om het een robot te noemen? Nou, eigenlijk heeft de robot altijd iets van batterijen nodig of iets van stroomvoorziening. Een robot heeft motoren nodig om te kunnen bewegen. Een robot heeft sensoren nodig om zijn omgeving te kunnen waarnemen. En iets als brein, een microcontroller. Het zijn net mensen. Ja, eigenlijk wel. Als je aan die 4 onderdelen voldoet, dan mag je het een robot noemen. En vervolgens kun je een robot zo ingewikkeld maken eigenlijk als je zelf wil. Wat gaan we dan maken? Want ik zat zelf te denken aan zo'n pannenkoekenflip-robot. Ja, ik ben bang dat je daarvoor 1 jaar of 4 nodig hebt. Dat hebben we niet. Wij gaan in 5 minuten proberen een robotspin te maken. Een robotspin? Nou, dat vind ik ook gaaf. Hoe gaan we dat doen? We hebben hier de onderdelen liggen die we ervoor nodig hebben. Je hebt batterijen nodig. Je hebt motortjes nodig, ofwel modelbouwservo's. Je hebt een skelet, schroefjes en moertjes. En tenslotte het brein. En dat hoeft natuurlijk niet per se deze controller met dit bordje te zijn. Maar eigenlijk zijn allerlei bordjes voorhanden die je kunt kopen. En hier in deze bordjes, daar komt uiteindelijk het software te zitten waarmee de robot tot leven wordt gewekt. Die batterijen die heb ik nog wel liggen thuis, maar waar haal ik dit allemaal? Nou, al dit soort onderdelen die zijn eigenlijk heel goed via webwinkels of gewoon via internet te koop. Dus het zijn niet echt huistuin- en keukenonderdelen, nou, schroefjes, moertjes, batterijen misschien. Maar dit soort motoren, ja, die kun je gewoon via hobbywinkels of via internet kopen. We gaan beginnen met het skelet. Dan moeten we eigenlijk ankertjes erop gaan zetten op die poten waar de servomotoren aan vast kunnen. Nou, de beide stukken samenbouwen. Dus ja. Dat wordt het lijf van de robot. Mm-hmm. Kijk, je kunt zien wat het wordt. Een spin. Ja, precies. Dus moeten we nu verder met zijn brein. Ja. Dat brein dat bestaat zometeen uit zo'n controller. Mm-hmm. Alleen dit onderdeel zelf weet nog helemaal niet hoe die een spin moet besturen. Dus daar moet zometeen ook software in. Dus dit is de hardware en dan moet nog software. Ja, dit is eigenlijk de hardware, de computer en het programma. Dat schrijf je op de laptop, stop je erin. En dan, als het goed is, komt de spin tot leven. Dus we pakken er een laptop bij. Mm-hmm. En een programmer. Dat is een ding waarmee we programma's erin kunnen zetten. Alle software die we nu op de laptop gebruiken, dat zijn allemaal gewoon open source tools. Die kun je gewoon gratis van internet downloaden. Uiteindelijk ook gewoon gratis daarin stoppen. Hij zegt dat hij het gedaan heeft. Okay. Dus, als het goed is, zou dit brein onze robot moeten kunnen laten lopen. Doet hij het? Er gaat geen lampje branden, hè? Oeh, ah. Zodra ik het echt donker maak, dan kan ik hem dwingen naar achter te lopen. Ja. Hou maar tegen zijn ogen aan. Ja, ik ben super trots op mijn eerste robot. Maar jij bent natuurlijk sociale robotica onderzoeker. En misschien is het nog een beetje een asociale spin. Dus kunnen we hem niet ook nog een beetje sociaal maken? Dat klopt, die spin kan nog niet zo heel veel nuttige dingen doen. En om hem beter te kunnen laten reageren en betere interactie met jou te kunnen doen, nou ja, heb je eigenlijk veel meer nodig. En een mooi voorbeeld daarvan is deze robot die ik heb meegenomen. Dit is de iPy. Ja. Eigenlijk een hele simpele. In de basis hetzelfde, dus ook servomotoren. En een display. En natuurlijk ook meer geavanceerde sensoren, dus in plaats van een lichtsensor een camera. Mm-hmm. En deze robot die kan wel emoties laten zien. Maar deze is natuurlijk veel geavanceerder dan deze robot. Kan ik deze dan toch nog maken? Eigenlijk gebruiken beide robots precies dezelfde onderdelen. Alleen inderdaad, de onderdelen in deze robot zijn iets geavanceerder. Maar het mooie is dat ook voor deze robot, de dingen die hij gebruikt voor de camera, voor beeldherkenning, de library, de software, is eigenlijk allemaal ook gewoon open source beschikbaar. Dus ik zou ook echt iedereen gewoon willen aanraden van ga op internet, vind al die libraries, die open source tools en begin zelf dit soort robots te bouwen. Dit is hoe je zelf een robot bouwt. Dus aan de slag help je ook nog eens de wetenschap mee. Dit was het lab. Heb je zelf nou ook een vraag? Zet hem dan hieronder in de comments en dan gaan wij ermee aan de slag.